Shell ontvangt in deze uitzending Frederik Bogaert van Bogarden, de meubiliepartner die alle poolhouses en andere bijgebouwen voor hun rekening nemen in het sleutel op de tuinconcept. Dag Frederik, goedemiddag. Dag Michel. We zitten nu terug over een mooie realisatie van de sleutel op de tuinpartners. Inderdaad. Wie heeft er dat zo mooi tot zo'n geheel kunnen brengen? Wie is in feite de bedenker? Ja, wel, de bedenker is grotendeels Stijn Cornelie, de tuinarchitect, die samen met de klant aan ons de vraag gesteld hebben om enkele gebouwen mee in te tekenen in zijn totaalproject. In een landelijke sfeer, een landelijke stijl. Niet te grote tuin, alles vrij compact, dat alles zowel van binnen naar buiten aan elkaar vloeit. Ja. Buiten was de volgende vraag ook voor een uitbreiding aan de woning. Die dan, de orangerie die daar staat. Ja, ja. Dus echt een leefruimte bij die ook in de winter of in de tussenseizoen echt het buitenleven in de tuin kan bevorderen. Dat ook meer het gevoel hebt dat je buiten leeft. Maar de orangerie is een perfecte aanvulling daarvoor. Ja, hè? Sowieso. Ja, ja, dus, als het iets minder goed weer is of zelfs in de winter, trekt u eigenlijk het gevoel van het geheel buiten. Ja. Trekt u in naar binnen, want we zitten met zeer veel graspartijen. Ja. Ze hebben gekozen om over de volle breedte te gaan, zodat het echt de hele gevel benadrukt. Die dan ook centraal op het zwembad ligt. Dus het is mooi uitgelegd op het zwembad. Dus dan hier ook hebben we dan een lichtkoepel in voorzien om toch nog meer licht te trekken. Want het is een platakconstructie. Vandaar een lichtkoepel om het toch heel niet te donker te maken. En ook de achterliggende ruimtes niet te donker te maken. Zeer mooi. Naast de klassieke cottage-stijl komt Bogarden ook verrassend uit de hoek in het moderne segment van poolhouses. We hebben ook zeer bewust voor gekozen om die twee concepten uiteen te halen. Het zijn twee totaal andere stijlen. Er zijn mensen die houden van landelijk, deze mensen hebben meer een gevoel met moderne gebouwen. Dus eigenlijk hebben we hier gewoon een volledige constructie gebouwd die een houtskeletbouw is. Helemaal in crepie afgewerkt, binnen geïsoleerd afgewerkt. Hier achter de hoek zit ook nog sauna, douche en toiletje nog. Dus een stukje wellness. Een stukje wellnessgedeelte. Dus die mensen genieten er ook, denk ik, anders het jaar door. In Milaan is Christophe deze keer op bezoek bij het Belgische Royal Botania. Hij praat er met Frank Boschman onder andere over de nieuwe Zidis-collectie. Een naam met een Vlaamse achtergrond. To be honest, I'm really impressed about the new Zidis-collection. Yeah. Do I say the name correctly? Yeah, Zidis. Yeah. Where's the name coming from? Zidis. It's like. Yeah. Actually, it's a little bit of Belgium or Belgium heritage that came along. And Zidis, look there. That's the idea. Always nice to hear. Yeah. And what kind of materials do you use for the tabletop, for example? Because it's nice, white. Well, the tabletop is made out of corian, so it's a material used in kitchen or bathrooms. And it's actually perfect for outdoor. It's easy to clean.